Goedemorgen en hallo iedereen. Ik zou zeggen, een mini-shoplogje. Ja, och ja. Ernst is even naar de oogarts, dus kan ik heel even filmen. Het is nu, ik heb nog een pyjama, moet me nog douchen. Maar, ze zeggen van, nou, even wat licht aan doen. Ik heb een beetje de afwas gedaan en een beetje schoongemaakt. Dus dat soort dingen. Het is lekker rustig nu. Ik heb de tv niet aan. Daar heb ik geen zin in op dit moment. Nou, dit is mijn kamertje. Jee, dat moet ik even opruimen. Nou. Hier is kast nummer 1. Mijn jurken, mijn rokken en mijn jasjes. En mijn truien. Nou, dan gaan we hier naartoe. Dan is het kooltruitjes, truitjes. Oh, die moeten hieronder. Die zijn eigenlijk van mezelf. Hemdjes, daarachter. Wat was daarachter ook alweer? Oh ja, andere hemdjes, een iets bredere bandje. Hier zitten al mijn leggings. Daar zitten al mijn zomerbroeken. Dit zijn mijn spijkerbroeken en joggingbroeken. Nou. Dit zijn mijn couverts. En mijn blousjes. Daaronder staan mijn schoenen. Daar staat mijn haarverf nog. En daar is zeg maar textielspray om even lekker op te frissen. Nou. Dit is t-shirtjes. Dit is organiseren ondergoed. Dit is beenwarmers en temp. Dit zijn mijn flarebroeken. En die andere. Dit is een rommeltje. Daar zitten zeg maar mijn hemdjes voor onder een trui of truitje voor mijn werk. Daar zitten mijn BH's. Hier is van Me Online. Mijn sokken daarachter iets dik. Mijn kleine sokjes daarachter. Witte onderbroeken. Zwarte onderbroeken. Die doet er even geen, anders gaan ze kapot. Dit is mijn werkkleding. Daar is ook nog werkkleding. Truitjes met lange mouwen. Zoals, en wat make-up nog. Dan onder mijn pyjama's en wat make-up en een lijn. That's it. Dan heb ik hier zeg maar mijn kwasten. Dit is mijn show kastje, vitrine kastje met mooie sieraden erin. Hier stonden van die puffertjes. Daar heb ik nu deze kaarsen in gedaan, dat vind ik zo leuk. Hoi, spiegel. En dat is ook een spiegel. Die. En dan heb je hier. Dit is zeg maar mijn dagelijkse make-up laadje. Die wordt hier. Het is een beetje voorraad, ook medicatie. Hier zit wat parfum en haarverzorging in. En hier zitten al mijn tools in. Ja, die moet ik even opruimen, maar is één lijstje kapot. Die kon ik bovenin niet kwijt. Dit zijn mijn waterdrops en al die andere dingen nog meer. Nou, dit is mijn bureautje. Dit zijn de Me Online oorbellen. En die moet ik nog even opruimen wat er los zit. Mijn excuus. Er zijn er een dingetje die ik even op moet ruimen. Hier zitten altijd mijn sleutels in en mijn dingen. Mijn zonnebril, vergrootbril. Dat is mijn USB-stickje om filmpjes te uploaden. Pennen, highlightstiften. Nou, waterdropfles. Lippenbalsems en zo. Nou, daar zit wat op te laden. Dit is lekker mijn show dingetje. Waar ik zo super blij van word. En hier ook. En hieronder ook. Daaronder ook. Die moet ik ook even opruimen. Nou, hier zit wat hobby spullen in. En ook nog voorraad. Hier zitten. Nee. Hier zitten sjaals in. Hier zitten sjaals en wat paracetamol. En hier is wat voorraad. That's it. Nou, dat moet ik nog even nakijken.
Mijn naaikoffer, wat tassen. Daarboven zijn ook nog wat tassen. Ik moet dat opruimen. Hier zijn al mijn laafjes waar ik gek op ben. Ernstige schoenen. Nou, dit is een beetje voor die sier. Hier zitten die kastjes en zo. En daar ook nog wat hobbyspullen. Nou, zijn jullie weer een klein beetje op de hoogte op een snelle manier. Sorry. Maar ik wil heel graag douchen. En ik zal het zeggen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Sorry, ik moet even opletten hoe ik het neerzet. En dat jullie er een beetje van genoten hebben. Dus ik zal zeggen, doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje. Blijf je altijd op de hoogte. Een dikke zoen van mij.